die cd-speler die wij als ouder elke dag afdraaien. Zorg ervoor dat het een goede cd is. Want we besmetten die kinderen onbewust, we hebben het niet in de gaten. Maar we besmetten die kinderen. Als het nou ASO-gezinnen, bijvoorbeeld als het... Stel, ik neem maar van een voorbeeld, ASO-gezinnen. Die continu... krachttermen gebruiken. ASO-gezinnen die continu krachttermen gebruiken. Je ziet het terug bij die kinderen. Als je het elke dag hoort, als die cd elke dag afgedraaid wordt, vind je het gek dat die kinderen dat ook overnemen? Je weet niet beter. Dus zorg ervoor dat die cd die je thuis afdraait, dat het een goede is. Ik had soms ook mijn issues, hè? Dingen waar ik mee zat. Maar ik babbelde niet waar, mijn kinderen bij waren, hè? Ik wachtte tot ze naar hun vader gingen of wanneer ze naar school gingen. Dan zat ik te bellen met vriendinnen. Dan kon ik filteren. Met andere woorden, ik kon het van me afpraten. En wanneer ze kwamen, was ik weer zen. Dus dan was ik en zen en ze hadden geen last van al deze djugu. Ik heb ze proberen te ontzien. Want ouders, ik ken ouders die echt gewoon praten. En dan hoor ik die kinderen op de achtergrond. En dan denk ik, moet je niet het gesprek voeren waar ze niet bij zijn. Het, onbewust zadelen wij die kinderen op met issues die niet voor hun bestemd zijn. En we noemen dat onzichtbare krasjes. We belasten ze. We belasten ze met problematieken die helemaal, waar ze helemaal niks mee te maken hebben. Dus let er wel op dat je die cd... Want kijk, als jij bijvoorbeeld als ouder niet om de zoveel tijd gaat filteren met je vriendinnen of met een psycholoog, met iemand, whatever, degene waar je je kunt uiten. Als je dat niet doet, loop je vol. Zo noemen wij dat als mens, dan loop je vol. Dus wat gebeurt als je iemand bent die niet mengt met mensen? Je hebt sommige van die mensen toch dat bemoeien naar asma, bij wie filter je? Wat gebeurt wanneer die kinderen van je thuis komen? Ga je ze opzadelen? Je gaat beginnen te tetteren aan hun hoofd. Appa for you, energie, appa for you. Appa, asso, anokon, anocharamoni, misinangawantaranfrou. En ga zo maar door. Wat hebben die kinderen daarmee te maken? Maar dat doen we veel, hè? Dus wat zie je gebeuren? Dit riedeltje, dat noem ik die cd, die continu afgaat in je hoofd. Dat blijft zitten. Dus ik noem het onbewust, maak je verzuurde kinderen van jouw kinderen. Want het zijn precies deze type vrouwen die thuis hebben gehoord, die cd van mama. Ja, af you, de man waardeloos, de man die... Het zijn precies deze type vrouwen die nu, ik hoor ze praten, ik hoor ze zeggen, ja, no one man. Hoezo kan je zeggen, no one? Je maakt geen ruzie. Een relatie is liefdevol, een relatie is warm. Als je er niet zo in staat, hoe zul je dat geven? Dus als je niks anders gehoord hebt, sta je er later ook zo in. Van no one man. No one man moet contact met die. No one man. In de relatie is het geven en nemen. Moet je mild zijn. Weet je, openstaan. Openstaan voor interactie. Voor geven en nemen. Wederzijds respect. Je weet toch? Om het samen te laten slagen. Maar het is iets van de man. die vrouwen hoor je dan later zo praten. De man. Nee, geen enkele man moet me... En wat zie je gebeuren? Ze zijn besmet geworden met deze cd van die moeder. Ja, de man. Apaf you. Nou, die hebben verkeerde keuzes gemaakt. En die slechte virus hebben ze overgedragen. Jij nu. Hoe gaan we dit rechttrekken? Het is zo makkelijk om bij die kinderen te lopen schelden. Ik heb het niet gedaan, hè? Waarom zou ik mijn kinderen belasten? Ik ben heel,
ik heb mijn kinderen heel bewust opgevoed, hè. Ik wil niet zeggen dat het voorbeeldkinderen zijn, maar ik heb ze proberen te ontzien. En dat is wat je moet proberen te doen, je kinderen te ontzien. Laten ze lekker kind zijn. Ze komen vanzelf wel erachter. Zoem maar naar Apafio en al dat soort. Maar ik bedoel, dat jij fotokeuze hebt gemaakt als moeder, moet je dan niet overbrengen op je kids. Ze mogen het weten, maar ze komen er vanzelf achter. Los van. Je hoeft ze echt niet te zeggen, hoor. Op een gegeven moment worden ze groot en dan zien ze. Sana a juiste tori van a heer tori van jou en je masra.